Goedenavond, jongens en meisjes, dames en heren. En welkom op deze tweede kerstdag 2019 hier op kanaal 4. Je kijkt naar een gloednieuwe aflevering van Switch. Ja, ook op tweede kerstdag zijn we hier in de studio. En ik mag dus namens mezelf en mijn heren hier in de studio jullie allemaal alsnog, ik kan gewoon nog zeggen, Merry Christmas. Want het is tenslotte tweede kerstdag. Nou, er zijn al een heleboel evenementen al geweest. Er zijn nog een heleboel evenementen die eraan komen. Nog voor het einde van het jaar. Dus ik heb vandaag een lekker vol programma met ontzettend leuke gasten. Die allemaal langs gaan komen. Gasten hier uit Suriname, maar ook buitenlandse gasten. Dus ik zou zo zeggen, blijf lekker afgestemd hier op kanaal 4. Voor het weer hoef je nu niet naar buiten. Dus ja, sit back, relax en kijk maar mee en luister maar mee. Als het goed is, heb ik vandaag ook weer twee hele leuke trailers. Want inmiddels is de kerstvakantie ook begonnen. Dus dat betekent dat ik jou misschien ook nog twee tips kan geven voor twee leuke films om naartoe te gaan tijdens deze vakantie. Maar voordat het zover is, gaan we het nu hebben over mode. Ja, herenmode, damesmode, maar nog veel belangrijker dat we het gaan hebben over awards die uitgereikt gaan worden. Die wel alles te maken hebben met mode. Toch, heren en dames? Goedenavond. Goedenavond. Ik zeg heren en dames en er is maar één heer die goedenavond zegt. We gaan het nog een keertje doen. Toch, heren en dames? Jawel. Merry Christmas natuurlijk om mee te beginnen. Tweede kerstdag, luister. Jullie gaan awards uitreiken tijdens een Fashion Award. Ja, we zijn bezig met het zeg maar promoten van de Suriname Fashion. Mm-hmm. Dit is de allereerste editie ervan. Oké. De mode. Even, je gaat wel heel snel, want we willen wel eerst weten wie je bent. Oh ja, ik ben Hermano Wanabo. Oké, Hermano. Naast Hermano zit Adien Samuel. Adien? Ja. Mijn naam is Plain Damindo. Plain. Plain. Oh, Plain. Ik dacht dat je net zei Plain. Daarom zei ik ook, vind je voornaam wel veel mooier. Plain is je naam, oké. En jullie gaan voor de allereerste keer dus de Fashion Awards organiseren. Dit is de launch van de Suriname Fashion Award. Oké, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, precies hoe je overal qua verschillende platformen hebt, heb je ook een award die elk jaar uitgereikt wordt aan de mensen die meedoen. Precies zo zijn we dan bezig met een award dat we aan de mensen van de mode-industrie gaan geven. Oké, maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Want we hebben een heleboel ontwerpers hier, maar we zien niet van alle ontwerpers iets en we horen ook niet van alle ontwerpers iets. Dus daar hoe weten we nou wie is en wie het hoort te krijgen, zo'n award? Dus we zijn van plan om op een jaarbasis zo overzicht te nemen van de mensen die in de modewereld bezig zijn. En dan gaan we bekendmaken wie de mensen zijn die in aanmerking komen voor een Fashion Award. Okay. Maar het zijn dan verschillende mensen. Ja, dat begrijp ik. Het kan niet maar één iemand zijn. Nee, het zijn natuurlijk een ieder die een rol heeft in de modewereld. Okay. Wat zijn de criteria? Criteria? Dit is de launch. Dus we zijn nu nog bezig met de verschillende criteria die er zijn. Oh, dit is de launch, dus er wordt nog niks uitgereikt. Dit is alleen de launch, basically. Oké, dan heb ik het helemaal verkeerd begrepen. Hoe gaat de launch eruit zien? Nou. Ja, nou, ik weet niet, jullie zitten hier met z'n drieën, dus zeg iets, ja. Ja, dus hoe gaat die launch eruit zien? Ja. De avond begint met de body art van de welbekende Kelly Arte. Oké. Ja, body painting. En we hebben daarna sprekers. We hebben twee geëerde sprekers. Dat zijn Olivia Samuel en Abby Jo. Oké. Ja. En ja, er is ook entertainment. Ja. En Emmanuel Samfisi. Ja. Emmanuel Pinaas. Emmanuel Pinaas. Okay, alle Emmanuels die kunnen zingen en muziek kunnen maken zijn daar, ja? Zijn daar. Jermu Pogba. Ja. Dat is het. Oké. En de bedoeling is dat het dus nu jaarlijks terug gaat komen. Ja, dat is dit is als eerste de langs. Op plein neem jij eens even die microfoon, dan zit je er voor niks. En om het te hebben over kaartenverkoop? Nee, daar wilde ik het nog niet over hebben. Je moet wachten op de vraag. Ik zeg dus de bedoeling is dat na de launch dat dit dus een jaarlijks evenement gaat worden. Ja. Ja, toch, wanneer is jullie eerste Fashion Award show of avond hebben jullie in de planning staan voor 2020? 27 december. Oh, dus pas echt eind volgend jaar weer. Oké. Okay. En hoe kan ik als ontwerper in aanmerking hiervoor komen?
Ik denk dat je wel aangesloten moet zijn bij een modellengroep en je wordt dan jaarlijks, dus de hele jaar door, gewaardeerd daarvoor. Maar dus dat even, is de beoordeling. Maar het zijn toch ook ontwerpers die een award krijgen? Het zijn basically de verschillende mensen die in de fashion industrie, dus modellen, fashion designers. Oké, voor modellen kan ik me voorstellen, je moet ergens bij aangesloten zijn. Hoe zit het met ontwerpers? Ontwerpers, nou, zeg maar de dingen die je in, zeg maar, hebt kunnen bereiken met jouw kledinglijn, om het zo te zeggen. Oké, okay, maar we weten allemaal dat hier in Suriname, er zijn een paar die er inderdaad uitsteken, met kop en schouders boven uitsteken. Een heleboel zijn ook gewoon bezig, maar zijn dat achter de schermen als designers. Ja. Hoe spotten jullie die mensen dan? Dat is wat we willen. We willen dat die mensen ook naar buiten moeten komen met hun talenten. Oké, maar wat als ik zeg van, maar ik ben wel heel erg goed, maar ik hoef niet per se 3 keer in het jaar mee te doen aan een modeshow. Hoe komen deze mensen dan toch in aanmerking daarvoor? Volgens mij, als het goed is, dan kom je niet in aanmerking. Want we willen dat... Je moet wel modeshows hebben gehouden. Je moet wel echt bezig zijn hiermee. Oké, okay, ja, maar dat begrijp ik. Maar er zijn ook een heleboel ontwerpers die niet per se modeshows organiseren. Maar toch wel heel goed zijn in hun werk. In hun werk. Ja, dus daarmee zijn we nu nog bezig. We hebben wel een team achter ons staan en we zijn bezig met verschillende vergaderingen. En we zijn wel van plan om morgen alles onder de lijnen te hebben. Oké, okay. En als ontwerper of als model, of dat begrijp ik dat die mensen in de fashion-industrie zitten. Maar hoe zit dat met kappers, visagisten en dat soort mensen? Want die zijn ook nodig in de modewereld. Ja, die zijn ook mensen die in de modewereld bezig zijn. Hun komen wel in aanmerking voor een award. Maar natuurlijk moet je bezig zijn. Dus zeg maar, als je kapper bent geweest voor een film dat een filmopname dat plaats heeft genomen in Suriname. Of zeg maar een visagist dat er gewoon overal te zien is. Je werk is overal te zien dan. Oké, okay, maar dan is mijn volgende vraag. Hoeveel films worden er hier per jaar gemaakt? Er worden wel genoeg films in Suriname gemaakt. Maar niet zoveel dat een heel groot publiek het ziet. Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel. Dus nu is nog steeds mijn vraag waar ik ga antwoorden. Hoe kom ik in aanmerking voor zo'n award? Als ik bij een van deze onderdelen ben. Want ik snap dat je... Kijk, voor een model is het misschien makkelijker om te zeggen van... Oké, je zit bij een bepaalde modellengroep. Ja. Maar aan de hand waarvan? Gaan jullie kijken van wie in de grootste campagnes heeft gezeten? Gaan we kijken naar wie het meest gefotografeerd is? Of die de meeste spotjes heeft gezeten? Dus dat is mijn vraag. Het gaat meer over zeg maar, de waardering van je werk, basically. Want iedereen kan zeggen van, ja, ik ben kapper, maar je werk is dan weer niet zo goed. En maar wie bepaalt dat het werk goed is? Nou, dit is alleen de start, hè. Dat begrijp ik, maar dus dat maakt niet uit. Maar alles is een start, er moet een fundering zijn. Ja. Dus ik zit nu te kijken, misschien als kapper, of als ontwerper, of als model. En ik denk, ja, maar ik wil ook in aanmerking komen. Ja, ik denk dat alles morgen dat moet jullie. Dat alles zal morgen bij de launch bekend gemaakt worden. Dus waar de vereisten. Ja. En ja, dus alles wordt dan morgen bekend gemaakt. Dus daarom dat je er morgen moet zijn. Oké. Okay. Hoe laat en waar? De inloop is 6:00 en we gaan 7:00 van start. Oké. Okay. De locatie is dan Club Livid. Dat is op het terrein van de Connection Mall. Oké. Okay. En Plein wilde al meteen zeggen, je moet kaarten kopen. Ja, jij bent verantwoordelijk voor de kassa, ja. Een polsbandje kan je krijgen vanaf SRD 75. Je krijgt dan een welkomstdrank. We hebben ook VIP. 3 mensen kunnen aan een VIP-tafel zitten en dat kost SRD 1000. Oké. Je krijgt dan ongelimiteerd drinken bij VIP en er is ook een maaltijdmenu. Oké. En waar moet ik deze bandjes aanschaffen of iets? We hebben wel een flyer gepost op Facebook. Er is een telefoonnummer waar je kunt bellen of appen. Okay, en zo niet op Su Music Awards. We hebben een page. Su Music Awards. Yes, daar bij Su Music Awards hebben jullie een page die gaat dus over Fashion een page Awards. Suriname Fashion Awards. Oké, okay, daarom het een beetje verwarrend. Suriname Fashion Awards, je gaat naar die pagina op Facebook. En daar vind je alle informatie waar je bandje kan krijgen, hoe laat je daar moet zijn, waar je ook natuurlijk aanwezig moet zijn. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Ja toch? Oké, okay, heren en dames, ik wens jullie heel veel succes morgen en dat dank we volgend jaar mogen uitkijken naar de allereerste Fashion Award galaavond of iets of wat het ook mag, of middag weet ik veel, ja. Wat het ook mag zijn.
En dat het in ieder geval een hele hoop mensen mag stimuleren om misschien nog net iets harder te werken of om net nog even een beter beentje voor te zetten. Dat is ons doel. Yes. Goed zo. Ik wens jullie heel veel succes nogmaals en ik wens jullie alvast een heel goed en succesvol 2020 toe. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik ga er nu uit en als ik terug ben, denk ik dat ik wat muzikale gasten hier op de bank heb zitten. Tot zo. De studio, bedankt voor het seintje. Je hebt het net gehoord, morgen is dus de launch van de allereerste Fashion Awards. Als je daar dus bij wil zijn, morgenavond bij die launch, dan moet je naar Club Live It. En ja, dan kan je het allemaal beleven en horen. En zeker ook als model of als fashion designer of als kapper of als visagist, is dat natuurlijk wel hartstikke leuk. Dat er op deze manier ook een bepaald soort van waardering voor jullie allemaal is. Goed, ik zei het net al, muzikale gasten op de bank. Vorige week of 2 weken geleden, dat weet ik even niet meer. Gianni, was je ook al hier vorige week? Vorige week. Vorige week, ja. Oh ja, en toen zei ik nog tegen Gianni, volgende week moet je dan je kalkoen en je kerstnaam even laten staan. Want dan kom je weer naar de studio. En wanneer Gianni naar de studio komt, is hij nooit alleen. Echt nooit. En ze ook vandaag niet op tweede kerstdag. Ja, kijk eens aan. Hallo allemaal. Hallo. Nou, Merry Christmas om mee te beginnen. Hetzelfde. Heel leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ga met jou beginnen, Artstrex, want jij bent bijna vriend van de show inmiddels geworden. Ja, hè? Het is inmiddels... Ja, nou graag. Dan kunnen we je allemaal horen thuis. Ja. Leuk dat je er bent. Leuk dat ik weer mag zijn. Ja, we hebben het normaal gesproken over de liedjes die je maakt. Klopt. Ja, toch? En nu ben je hier als artiest. Nee, serieus? Ja, nu ben je echt serieus. Ja, nee, het is gelukt. Het is gelukt. Je hebt al 1 of 2 optredens heb je al gehad. Ik heb er nu eentje gehad. Nu al eentje gehad? En hoe is dat gegaan? Ja, mensen gingen los, man. Ja. Ik heb er veel gewonnen. Ja. Maar het is toch even anders voor jou. Normaal gesproken ben je achter de schermen en nu stond je gewoon op het podium. Ja, het is sowieso anders, maar ik ben zo wel begonnen. Ja. En toen ben je overgeswind? Toen ben ik overgesprongen naar producer. Toen ben ik weer gesprongen als Kanye West naar als artiest. Kanye West. Oh. Ja, toch? Ja, dat bepalen wij wel, hè, als dat als Kanye West is. Nee, maar luister, is het nu, ga je nu vaker ook optreden? Ja, ja, zeker, zeker. In Nederland ook? Ja, ik heb laatst getekend bij boekingskantoor. Mm-hmm. Dus ja, het begint echt te lopen. Oké, dus we gaan je vaker weer zien in Suriname? Nee, ik kom elk jaar nu. Oh, nu kom je gewoon elk jaar? Ik kom elk jaar. Optreden of niet als Kanye West je komt? Ik kom sowieso. Heel goed, heel goed. En je gaat ook dit jaar optreden bij Urban Festival? Yes. Daar was je zo blij over, hè? Ja, sowieso. Maar ik waardeer het echt dat ze me hebben gecheckt ervoor. Ja. Dus ja, we moeten het wel kapot maken. Dat denk ik wel, ja. Want de verwachtingen zijn hoog natuurlijk. Die zijn hoog. Oké. Nou, hartstikke goed. En naast jou zit Aliyah. Ja, ja, die ja. Hebben we al lang niet gezien. Nee, klopt. Aliyah, hoe lang geleden was het ook alweer dat je je eerste concert hier had gegeven? Mijn eerste concert hier was volgens mij in 2015. Ja, was echt een hele tijd geleden. Bijna 5 jaar geleden. Jeetje. In een uitverkochtenis, ja. Dat weet ik ja, nog wel. Ja, was, ja. Toen een tweede show nog ingepland, ja. Ook helemaal uitverkocht. En toen hebben we heel lang niks meer van je gehoord. Nee, ik ben wel in 2017 ben ik weer hier gekomen, mm-hmm. In december, om nog zeg maar een concert te doen. Ja. Oh ja, klopt inderdaad, heel vol, ja. Ja. En nu ben ik weer hier. En nu ben je weer, ja. Maar wat heb je nou in de tussentijd gedaan? Want het was ineens heel stil. Ja, klopt. Nee, ik moest eventjes mijn studie afronden. Ja, ik ben zeg ook maar belangrijk. Afgestudeerd als danseres. Yay! Dus, en natuurlijk gewoon heel veel in de studio geweest, heel veel nummers gemaakt, ja. Ontwikkeling voor mezelf natuurlijk. Ja. En ik vond dat toch nog wel eventjes belangrijker dan, zeg maar, natuurlijk wou ik natuurlijk... Ja, ja, optreden en ja, alles. Ja, ja. Maar ik vond dat toch nog wel even belangrijker. Anders moest ik toch wel steeds met mijn oude repertoire gaan optreden. En ja, want jouw fans van ja. Toen... Ja, ik ken een aantal ja. Van die fans natuurlijk. Ja, dat ja. Zijn nu ook allemaal grote ja. Jongens en maar meisjes. Dat, ja. Daar kan je geen wolk meer voor zingen. Nou, wolk blijft hier goed ja, hoor. Wolk blijft wel leuk, hè? Ja, ja, blijft wel leuk inderdaad. Ja, het voordeel van mij dan, omdat ze toch nog jong waren ja. Vroeger, ze zijn met me meegegroeid, ja. Dus dat is mijn voordeel geweest. Ja.
Maar ja, je weet toch, je moet ze gewoon goed houden. En voor iedereen moet je nu zeg maar gewoon maken. Vandaar gewoon dat ik mezelf moet blijven ontwikkelen. Ja. Om gewoon voor iedereen nu te kunnen maken natuurlijk. Oké, okay. En je geeft ook dansles. Ja. Want je hebt een workshop hier ja, gegeven, ik heb toch? Hier een als workshop ik het gegeven, goed heb gevolgd. Ja. Hoe is dat gegaan? Dat was echt superleuk. Was superleuk. Ja, zoveel danstalent hier in Suriname is niet normaal gewoon. Maar ik heb echt van genoten. En ik hoop de kinderen natuurlijk ook. En ik wil dat sowieso ook gewoon vaker komen doen. Dat geloof ik wel. Want ik zag alleen maar hele enthousiaste kinderen rondspringen op mijn scherm. Dus het is helemaal goed gegaan. Hey, en wat vind je eigenlijk leuker? Het optreden als zangeres of echt bezig zijn met dans alleen? Ik denk alsnog gewoon het optreden als zangeres, omdat dat gewoon echt mijn ding is. Ja. Maar met dansen zeg maar, kan ik gewoon, heb ik de kans zeg maar, om kinderen gewoon te inspireren, snapt u? En ik denk dat ik dat zeg maar, ook gewoon super belangrijk vind. Ja. En daarom doe ik het zeg maar, gewoon in combinatie met, want tijdens mijn shows dans ik natuurlijk ook gewoon. Dus ja, weet toch, ik sta daar gewoon bekend om. Dus ja, ik maak er gewoon super veel gebruik van. Nou, is helemaal goed. En wat gaan we 2020? Wat ligt er op de planken? Wat zit er in de planning? Nee, veel hoor, veel. Nu dat ik zeg maar gewoon klaar ben met mijn studie, kan ik gewoon zoveel gewoon tijd, doen. Ja. Ik kan gewoon mijn tijd zoveel mogelijk gewoon gebruiken door middel van in de studio te gaan. Mm-hmm. Gewoon allemaal dingen plannen. Ik geef in Nederland gewoon nu les in dans, zeg maar. Dus ik heb veel te doen en er komt sowieso gewoon veel uit. Komt een nieuw album ook aan? Ja. Er komt ook een album aan. Je hoeft niet te zeggen wat of hoe. Maar is dat halverwege het jaar? Is dat eind volgend jaar? Nee, het is wel begin van het jaar hoor. Oh, straks? Nee, komt echt begin van het jaar. Dus daar was ik eigenlijk de hele tijd mee bezig. Ook. Ja. Dus die komt gewoon volgend jaar. Doet Kanye West hier nog wat daarop of niet? Nee, Kanye is erbij. Is hij erbij? Nee, Kanye is erbij. Hij is er gewoon bij. Ja, oh sorry. Wat een domme vraag. Tuurlijk, wat een domme vraag. En wat goed. En dan kom je misschien wel weer een keertje optreden? Ja, nee, sowieso. Met je nieuwe, met al je nieuwe liedjes en zo. Ja, komt goed. Superleuk. Sowieso. En nu ga jij optreden ook? Ja, maar ik doe het kinderevent. Jij doet maar het kinderevent. Jongs. Ja. Toch? Zo heet dat toch? Jongs. Ja. Voor de allereerste keer. Ja, die doe ik dus nu. Spannend nu ook. Ja, ik heb net gesoundcheckt en ik heb er echt heel veel zin in hoor. Oké. Okay. Kinderen die jou nu zien, is het dan hey Aliyah en dan beginnen ze Wolk te zingen? Of is het hey Aliyah van Caviar en Champagne? Of is het een beetje gemengd? Nou, beide wel hoor. Ja? Dat is, ja, het is gek hoor, want vroeger was ze dan weer, ze kwamen met Wolk en nu komen ze dan weg maar met Caviar. En daarom zei ik u net ook, want ze zijn nu ouder geworden. Toch? Dus ze doen beide. Dus, oké. Okay. Ja. Leuk. Morgen ga je een speciaal concert inderdaad geven in Torarica. Ja. Waar van Torarica? Banquet Hall. Oh, in een Banquet Hall. Ja. Oké, okay, nou hartstikke goed. Zijn er nog kaarten voor? Er zijn nog enkele kaarten over. Oké. Okay. We moeten snel bij zijn. Voor 35 SED. Vanaf 35 SED. En die zijn alleen te verkrijgen bij de front, of bij de desk van Torarica. Als je ze ergens anders aangeboden krijgt, koop ze niet. Want dan kan het misschien zomaar zijn dat je niet naar binnen kan. Ja, ik wens je sowieso natuurlijk heel veel plezier morgen, maar het zal wel lukken. Dankjewel. Denk ik ook wel. En naast Aliyah zit Famke Louise. Ja. Nee, jij hebt een mic, Famke. Ik heb een mic. Voor de allereerste keer in Suriname. Ja, je moet eerst zeggen welkom. Want je bent voor de allereerste keer. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ik jouw naam zag op de flyer, in de line-up, toen dacht ik, hey, wat leuk eigenlijk inderdaad, want zo vaak komen er eigenlijk geen dames bij. Torarica zijn meestal altijd alleen maar mannen. Ja. En nu jij. Ja, ik vind het ook echt heel erg leuk. Ja. Ik ben ook heel erg benieuwd. Ik ben er ook nog nooit geweest. Dus echt het gaat de allereerste keer. Ja, maar ik heb er gewoon heel erg veel zin in. Want we willen eigenlijk, want kijk, er zitten ook heel veel ouders te kijken. En ik denk dat de jongeren wel heel goed weten wie jij bent. Maar wie is Famke eigenlijk? Ja, wie ik ben. Ja, wie ik ben. Dat is ook zo'n lastige vraag. Ja, wat willen jullie weten? Alles willen we weten. Wanneer ben je begonnen met muziek? Maar wanneer ben ik begonnen met muziek? Toen ik klein was, toen begon ik met viool spelen. Oké. Okay. Heb ik 4, 5 jaar gedaan. Mm-hmm. Daarna zanglessen gevolgd. Mijn ouders die gewoon eigenlijk altijd met muziek bezig waren. Ja. Ze speelde ook in een band vroeger, dus ik ben sowieso... Oké, jij bent er sowieso natuurlijk in opgegroeid. Ja, ik ben er gewoon in opgegroeid. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ik wil eigenlijk wel weer wat met muziek gaan doen. En toen had ik eigenlijk heel erg veel dingen al afgerond in mijn leven. En toen dacht ik van, ik wil eigenlijk wat school al gedaan? Nee, ik heb geen diploma gehad.
denk ik. Ik ga er meteen op in, want Aliyah heeft dat gedaan. Jij ook, ja. Oké, okay, maar ja. Kindertjes wel op school blijven. Ja, ja. Wel op school blijven. Ja, niet, geen voorbeeld nemen aan mij. Maar nee, ik, en toen begon ik met, ja, ging de studio in. En ik vond het zo leuk en toen ben ik gewoon door blijven gaan. En, ja, en ja. Toen ging het ineens heel hard. Ja. Ja. Want je bent al, ben of was je ook vlogger? Of? Ik was. Je, ja, oh, dat ik ben, doe je helemaal nee, ik ben niet ermee meer. Gestopt. Nee, ja. Nee. Oké, okay, maar dat neemt te veel tijd natuurlijk ook. Te veel tijd en ik vond het ook gewoon niet meer leuk. Ik vond het gewoon niet, nee. Nee, was niet meer jouw ding. Hey, en toen ben je begonnen ineens met muziek, had iedereen meteen zoiets van wauw. Ja, mensen hadden dat natuurlijk niet verwacht. Want ze kennen mij natuurlijk allemaal als die vlogger, zeg ja, maar. Ja, 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 ja. Maar ik dacht van ja, ik ga het gewoon droppen en kijken van ja. En hoe het gaat. Hoe het gaat. Maar het was echt, ik ben wel echt heel blij dat ik het heb gedaan. Want ik vind het wel echt heel erg leuk. En het gaat ook heel goed. Ja, het gaat wel heel goed. Het gaat heel goed. Want je kan bijna niet naar een lijst kijken als het om Nederlandse urbanmuziek gaat. Of jouw naam komt daar natuurlijk in voor. Ja. Bij, ja. En dat is uiteindelijk ook waarvoor je het doet, denk ik. Ja, gewoon ook omdat ik het echt heel leuk vind. Ja. Ja. Maar kijk, ik heb ook de laatste tijd niet heel erg veel muziek uitgebracht. Mm-hmm. Omdat ik gewoon heel erg druk bezig was met wat andere dingetjes. Mm-hmm. En gewoon heel erg werk ook aan mezelf. En, ja, belangrijk. Er waren gewoon heel veel dingen die ik gewoon nog moest leren. Zeg maar. Dus qua muziek uitbrengen, daar heb ik niet heel erg veel mee gedaan. Nee. Maar inderdaad. 2020? 2020, ja. Dan wordt het weer een heel druk jaar. Ja, ja, en dan komt er dus ook heel erg veel nieuwe muziek. Album gaat eraan komen. Dat. Leuk. En kan jij West ook met jou mee? Kanye West is erbij. Die is er ook. Jeetje, Mina. Nou, ik ben zo blij dat jij nog hier zit, jongen. Want straks ben je onbetaalbaar geworden. Ongelooflijk! Dus al willen we even niet aan jou denken, wij gaan aan jou blijven denken. Nee, bij Switch kom ik altijd. Ja, dat is waar. Hier ben je, kom je inderdaad altijd wel. Altijd. Hey, maar Famke, wat vind je het allerleukste aan optreden? Het allerleukste aan optreden? Ja. De energie die je terugkrijgt van het publiek, van de mensen. Ja. Oké. Okay. Ja. Wanneer ben je aangekomen? Aangekomen? Twee dagen geleden? Of twee gisteren? Dagen geleden? Wacht even, wanneer? Vandaag is de tweede kerstdag. Ja, gisteren. Gisteren ben je aangekomen. Ja, ja, ja. Nou, en je loopt dus gewoon rond. En hoe, mensen herkennen jou natuurlijk. Hier ook in Suriname. Ja, ja. Ja. Had je zoiets van, oh, mensen kennen me hier? Of had je zoiets van, oh nee, dat had ik wel verwacht? Ik had natuurlijk geen idee. Maar het is wel meer zo van, ik merk wel dat mensen het moeilijk vinden of zo, om me aan te spreken of zo. Dat ze komen niet echt naar me toe. Zo. Oh, echt? Ze kijken wel heel erg. Maar, ja. Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, wat ik van jou heb gevolgd natuurlijk in de Nederlandse media, ook in de interviews en interviews ook in bladen. Ik dacht altijd, wat een heel mysterieus meisje. En nu zie ik hier en dan denk ik, je bent helemaal niet zo mysterieus. Nee. Je bent gewoon hartstikke gezellig. Valt wel mee. Ja, je wil gewoon opdreven. Dus hier voor al die mensen, als jullie Famke 1 deze dagen nog zien, kan gewoon naar naartoe gaan hoor. Want ze vindt het gewoon hartstikke gezellig. Ja, ik vind het gezellig. Ja, toch? Kom maar naar me toe. Hey, en heb je hier en daar van andere artiesten misschien al gehoord hoe wij hier een beetje feesten in december? Die hier al eerder hebben opgetreden ook. Ja, een beetje wel. Ja, een beetje wel, een beetje wel. Ja. Vooral dat het gewoon echt heel erg leuk is. Gewoon gezellig. En, en ik hou sowieso van gezelligheid, dus het moet sowieso goed komen. Het moet gewoon sowieso. Misschien wel na dit jaar wil je nooit meer december in Nederland zijn, maar gewoon altijd hier. Misschien wel. Misschien wel. Heb je voor Urban Festival iets speciaals in elkaar gezet? Of heb je gewoon wel een bepaalde soort show die je altijd doet? Ja, ik doe gewoon eigenlijk mijn vaste show. Mm-hmm. Maar ik ga wel wat nieuwe nummers van mijn album doen. Oh, dus we krijgen een primeur. Ja, eigenlijk wel. Oké. En een van die primeurtjes zit, kan jij daar ook bij of dat nou weer niet? Ik moet even de key krijgen. Het mag. Oh, dus wellicht dat we dat dan ook nog eens keer krijgen. Ja. Jeetje, Mina, nou, we vinden het superleuk, of tenminste, ik vind het superleuk dat je hier in de studio bent gekomen. En Gianni, jij hebt je mensen meegenomen. Ja, zoals je het aangaf, ben meestal niet alleen. Nee, jij bent nooit alleen. Met een paar topartiesten. Ja. En Urban Festival wordt sowieso een geweldig feest. Ik moet zeggen, de kaarten zijn al helemaal uitverkocht. Echt? Letterlijk, de laatste kaart is laatst verkocht. Dus helaas voor de mensen die nog geen kaartje hebben. Ik las het ergens, maar ik denk nee, zomaar iemand iets gezegd. Helemaal sold out. Ik denk dat mensen tussen vijf elkaar zagen dat ze helemaal gek werden. Kaartjes hoeveel mensen kunnen er eigenlijk heel veel. Ja, ik schat zo'n 3000
3000? Ja. Oh, dat wist je nog niet? Nee. Oh, nou bij deze. 3000. 3000, Famke, gaan naar jou kijken. Dat zien we morgen, hè? Ja, morgen. Morgen, yes. Op de tennisbaan. Oké. Okay. Ja, 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 dat maakt het toch eventjes een beetje anders weer, hè? Echt leuk. Ja, echt, maar ja. Hartstikke leuk. Maar al die 3000 mensen, die hebben inmiddels al een kaart. Voor de mensen die nu zitten te kijken, helaas pindakaas. ja, omdat ik daar eigenlijk niks anders over kan zeggen. Het enige is alleen wel, nogmaals, als er buiten ergens anders kaarten worden aangeboden, koop ze niet. Want er wordt wel heel streng gecontroleerd op de echtheid van de kaartjes. Ja. Ja, toch? Ja. Hoe laat gaat het beginnen? We beginnen morgen om 9 uur. Of althans, Urban Festival begint om 9 uur. Tolarica Jongs begint vanaf 2 uur. Ja. Gaat door tot 6. Dan hebben we heel veel korte pauze tussendoor. En dan tegen 9 uur starten we met Urban Festival. Helemaal leuk. Yes. Behalve die trio, wat er, nou, dat vind ik al heel wat trouwens. Ja. Wie is er nog meer bij? Zo, voor de line-up van, van Tolarica Jongs hebben wij van Caribbean Drive hebben we DJ Asparo. Oh, die is altijd leuk. MC Roberto. Okay. Wij hebben DJ Dylan. Okay. We hebben natuurlijk ook DJ Ashita. Ah, hij staat hier. Jij is Kanye. Hallo, is Kanye. Ja, Kanye. Verwarrend, ik snap het. We hebben Delisa. Oké. Okay. En Shemelda natuurlijk ook. Die is vandaag jarig trouwens. Hiep, 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 Shemelda. Ja. Klopt. En voor Urban Festival hebben we natuurlijk ook. Oké. Okay. We hebben Joe Silvio. We hebben Cho. We hebben verschillende andere DJ's. Dus de line-up is sowieso zoals gewoonlijk altijd weer dik. Oké, okay, nou hartstikke goed. Jullie hebben het weer dik voor elkaar. Ja, ja. Helemaal goed. Voor de mensen die er dus morgen niet bij kunnen zijn, nogmaals, sorry voor jou. En voor de mensen die er morgen wel bij zullen zijn, heel veel plezier. En dat zeg ik ook meteen tegen jullie. Geniet van de tijd dat jullie hier nog zijn. Gaan jullie nog lang blijven? Ik blijf tot 1 januari. Jij blijft tot 1 januari. Kan jij? Goed. Jij ook tot 1 januari. En van kan jij? Ja, 29ste. Jij gaat meteen weer weg? Ja, ik ga gelijk weer weg. Jeetje. Ja, ik vind het echt jammer nu al. Nu vind je het? Ja, hè? Ja. Nou, misschien kunnen we dan volgend jaar weer. Want dan is je nieuwe album ook uit. Ja. En dan kan je misschien wel weer nog een keertje komen. Ja, en dan kunnen we hier vuurwerk afschieten. Maar het is wel een dingetje hier natuurlijk ook. Hè? Dus ik wens jullie sowieso heel veel plezier ook morgen. En al het goeds en al het moois voor het nieuwe jaar. Ja. En ik hoop dat wij jullie in 20... Eigenlijk moet ik niet eens naar jou kijken, Archie Trex. Met jou zie ik zo vaak. Maar ik hoop voor de dames dat we jullie in ieder geval weer nog een keertje gaan zien. Nee, hier live op het podium in Suriname. Gianni, had je er nog iets aan toe te voegen of was je er klaar ook mee? Eén klein dingetje. Ja. Ja, die mic bij je moet houden. De 29ste, op de dag dat jij helaas vertrekt, hebben wij Revive. Het is de laatste Revive van 2019. Okay. Dus we gaan helemaal los. We hebben weer een prachtige line-up met DJ Riley Scotch uit Nederland. En entry is zoals gewoonlijk gratis. Ja. We starten om 2 uur en we gaan door tot 9 uur. Oké, hartstikke goed. Nogmaals, have fun allemaal. En voor de mensen die morgen dus gaan, ook nogmaals heel veel plezier. Goed, ik ga er nu uit en als ik terugkom heb ik geen idee wie hier in de studio komt zitten. Maar ik denk wel dat het ook heel leuk gaat zijn. Tot zo. Animation. Science fiction, horror, comedy, action, DBL Cinemas, a mind-blowing experience. En het is weer tijd voor ons DBL-blokje. Houden jullie van de film? Ja, ja, ja. Tijd om naar de... Van, heb jij tijd gewoon om naar de bioscoop te gaan? Soms, maar ik val te slaan. Ik ga eigenlijk nooit. Jij gaat eigenlijk nooit. Nee, ik ga nooit. Alia, jij? Ja, wel. Van wat voor soort films hou je? Meer romantische films. Romantisch. Dramaachtig. Oh, dramaachtig, romantisch. Van kun jij als je het redt om de film uit te zien? Ja, dan sluit ik me toch wel. Ja. Oh, oh, romantisch, drama. En jij, Kanye? Wat moet het wezen? Kinderfilms. Oh, dan moet je goed opletten, want ik heb nu een kinderfilm, Spies in the Skies. Is een animatiespeelfilm met onder andere de stemmen van Reba McEntire, Will Smith en Tom Holland. En het gaat over Lance en hij is een charmante spion en misschien wel de beste in zijn vak.
Maar hij heeft ook een collega die eigenlijk ook een beetje zijn concurrent is. Dat is Walter. En die is heel erg slim, maar is minder handig in het sociale leven. Wel is hij verantwoordelijk voor de allernieuwste snufjes. Nou ja, en ze moeten samen de wereld zien te redden. En dan is het natuurlijk wel heel goed dat je de beste spion hebt. En dan ook nog eentje die de nieuwste gadgets weet uit te vinden. Spies in the Skies kan je nu gaan bekijken bij TBL Cinema's. Let the beat drop. I was the world's greatest spy. Look at your boy, Sleepy Night Night. And then you turn me into a pigeon. You better unbird me right now. Technically, you kind of birded yourself. I'm hurt, this boy. There's a bad guy who needs to be stopped. And now I have to try to stop him while being a bird. Lucky for you, I'm your wingman. This is official business. Wow. TBL Cinemas, a mind-blowing experience. Hello, neighbor. Hey, I'm looking for Fred Rogers. In here. It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? Please, won't you be my neighbor? Hello, neighbor. Mr. Rogers, I'm here to interview you. It is so nice to meet you. You okay? Profiling Mr. Rogers. Boyd, please don't ruin my childhood. This piece will be for an issue about heroes. Do you consider yourself a hero? We are trying to give the world positive ways of dealing with their feelings. Yeah? Like what? There are many things you can do. You can play all the lowest keys on a piano at the same time. Love broken people like me. Sometimes we have to ask for help, and that's okay. I think the best thing we can do is to let people know, boom, that each one of them is precious. TBL Cinemas. A mind-blowing experience. Bassie, toch? Oké. Okay. Terug weer, hoeps, hier in de studio. Jullie hebben net kunnen kijken naar twee trailers van twee nieuwe speelfilms die je dus bij TBL Cinemas kan gaan bekijken. Misschien wel tijdens de kerstvakantie. De eerste is dus de animatiespeelfilm Spies in the Skies. En de tweede is A Beautiful Day in the Neighborhood. Met onder andere Tom Hanks in de hoofdrol. Goed, zoals elke week heb ik een prijsvraag. Vorige week had ik er natuurlijk ook weer eentje. En dat had te maken met de speelfilm Bombshell. Je moest toen de zin afmaken. Nobody stops watching because of a conflict. Puntje, 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 puntje. Wat daarachteraan moest komen is they stop watching when there isn't one. Nou, een heleboel mensen hebben dat naar ons toegemaild. Maar hebben ook een antwoord opgestuurd naar onze Facebookpagina.
Voor de mensen die dat hebben gemaild, die hebben dat gedaan naar onderstaand adres. Jawel, oh Arun, dat ben je scherp. Naar onderstaand adres. En voor de mensen die dat via Facebook hebben gestuurd, die hebben dat via de Switch Facebook pagina gedaan. De goede antwoorden hebben we in de box gedaan. En de winnaar voor deze week is A Golden Flower, oftewel babydoll50@gmail.com. En het antwoord is helemaal goed. They stop watching when there isn't one. Ik weet niet, oh Michael zie ik heet je. Je moet alleen eventjes of je telefoonnummer sturen naar onze Facebookpagina. Of eventjes morgen contact opnemen met de administratie. Want ik zie dat je je nummer er niet bij hebt vermeld. En zo kunnen we jou ook niet melden wanneer je kaartjes mag komen afhalen. Wil je net als de Golden Flower ook een prijsje winnen? En dat zijn 2 kaartjes om naar TBL Cinema's te gaan. Let dan goed op. Je moet weer de zin afmaken. En het heeft te maken met de speelfilm A Beautiful Day in the Neighborhood. De zin luidt, I think the best thing that we can do is to let people know. Puntje, 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 puntje. Als jij weet wat daarvoor in de plaats moet komen, dan stuur je dat naar onderstaand adres. Yes, of je gaat naar de Facebookpagina van Switch en je stuurt dat daar naartoe op. En dat kan tot volgende week donderdag 2:00 smiddags. En wie weet ben jij dan volgende week de happy winnaar. Dankjewel weer TBL Cinema's. Volgende week natuurlijk weer 2 hele leuke trailers. Nou, wat ik ook ontzettend leuk vandaag vind, is behalve dat ik bekende en onbekende mensen hier op de bank vandaag heb zitten. Het is echt kerst, want ik krijg mijn hoop kerstcadeautjes tijdens deze uitzending. En zo ook mijn volgende gasten zijn cadeautjes. 3 heren op de bank. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Nou, en het leukste kerstcadeau zit toch wel in het midden. Ja, King Kojima's in de building. Na lang weer. Ja. Nou, echt na 100 jaar ben je weer een keertje hier. Niet zo lang. Hè. Echt na heel lang ben je weer een keertje hier. Heel lang. Hoe gaat het met je? Rustig, rustig. Ja, je bent verhuisd. Ja, toch? Je bent uit Suriname. Ja, ja. Je woont nu in het buitenland. Wat doe je? Wat doe je? Wat spook je uit? Maak je nog muziek? Wat doe je? Vertel. Ja, ik maak nog muziek daar. Ja. Mm-hmm. Ja, laatst ben ik met een nieuwe serie uitgekomen. Mm-hmm. Zo is Biggie Bassem geconnect van Ed. Je moet weer komen. Ja. Ja, je moet dus weer. Zo ben ik gekomen. Ja, en je vindt het altijd leuk om mee te komen. Hier is het toch wel je thuis? Ja, ja. Of is het na zo lang dat het buitenland je thuis is? Nee. Hier blijft thuis. Hier blijft thuis. Ja. Luister, hier ben je hartstikke bekend. Iedereen weet wie je bent. En toen ben je verhuisd naar Europa. Toen je daar aankwam, had iedereen zoiets van, hey, Skinko Jeba! Of had het zoiets van, oké. Ja, zo. Iedereen dacht van, hey. Wie komt ben jij? Komt die echt hier wonen? En bepaalde mensen dachten van, wie is die man? Ja. Hoe reageren die mensen zo? Zo, ja. En toen zei je, hallo, ik ben King Kojima. Ja. Ja, precies. Ja. Hoe zijn de reacties daar als je shows doet? Is dat anders dan hier? Ja, toch wel anders. Ja, hoe anders? Zo, daar is het gewoon, daar zingen ze gewoon Nederlands. En ik zing gewoon die Oukans model. Mm-hmm. Het is ook moeilijk om bepaalde mensen te trekken. Ja. Dat is het. Dat is het. Maar met mijn fights en die model gaan ze gewoon los. Gaan ze gewoon mee? Ja. Ze doen gewoon mee. Verstaan of niet verstaan? Ja. Oké. Hey, en treed je daar, want hier trad je bijna elk weekend volgens mij wel op. Hoe zit dat daar? Zo, daar niet zo. Niet zoveel? Nee. Oké, mis je het niet heel erg? Ja, toch wel. Ja? Maar ja, ik ben ook bezig met andere dingen. Ja, dus je weet waarvoor je het doet. Ja. Nu mag je weer hier op het podium staan in Suriname. En niet op een klein podium ook. Ja, groot. Ja, toch? Heel groot podium. Daarom zitten er ook 2 hele grote mannen nu ook naast jou. Nou, ze zijn in ieder geval langer volgens mij dan dat jij bent. Wie ben jij? Oh, Mario. Oh, Mario. Hey, Mario. Mario, jij bent van de Orga. Ja, ik kom meer bezig met artiestgedeelte. Oké. Okay, je gaat op het podium staan tijdens welk evenement? Nou, de end of the year. We houden het op end of the year, want het is december, 27 december. Het is al bijna einde van het jaar. Dus hebben we gedacht van, ja, hij is bezig met een nieuwe CD. Er is contact gelegd. Dus we hebben gezegd, nou, laten we hem dan terug. Maar het is end of the year, maar het heeft toch een naam, dit feest? Biggie Bassie? Misschien gewoon de Biggie Bassie end of the year. Oké, okay, met King Kojima. Met King Kojima. Maar is het Biggie Bassie van de barbecue of is dit gewoon Biggie Bassie omdat hij een Bassie is? Het is dezelfde Biggie Bassie van de barbecue. Het is dezelfde Biggie Bassie barbecue. Het is dezelfde Biggie Bassie barbecue die zich ook bezighoudt met
shows. Oké. Okay. Ik ga dit een show noemen, want ja, het is een show, is ook een show. Ja, precies. Dus hij houdt zich bezig met shows. En dit is onze eerste show, dus daar hebben we Koyama getrokken. Maar het is niet op de locatie van Biggie Pasi. Nee, het is niet op de locatie. Ik zal niet zeggen dat het te klein is, maar iemand als Koyama. Ik denk wel kan dat je... het te klein is. Dat mag je wel gewoon zeggen. Ja, oké. Okay. Ja, iemand als Koyama, 10.000 man daar, ook kregen problemen daar met de buurt. Ja, nee, dat begrijpt kan niet. U? Dus daar hebben we gezegd van, hey, weet je wat we doen? We brengen hem naar Live Entertainment Center. Ja. Daar, sowieso. En dan staat iedereen ook droog. Iedereen staat droog, alles is geregeld, mooi. Dus daar gaan we het doen. Dat doen we hem daar maar. Behalve Koyama, wie staat er nog meer op het podium? Oh, nou, je hebt Metterset. Je hebt Jackson Bly, je hebt Madame Bad Psycho, je hebt Uptight, je hebt RTF, je hebt Even Anders, je hebt True Legend. Je hebt nog een paar dingetjes die nog... Maar het is net alsof gewoon iedereen die... Gewoon iedereen. Ja, gewoon iedereen. We hebben gewoon iedereen genomen. Gewoon iedereen. Oké, dus iedereen is een baas die avond. Klopt. Of nou, laat maar het anders zeggen. Alle bazen van de muziek staan op het podium. Van Suriname. Ja, klopt. Okay. Dat klopt. Maar nu zit er ook een andere gast hier, die ik niet kende nog. Nee, ik ben Twins Film. Nee, precies, ik ken je niet. Wie is Twins Film? Tweeling. Tweeling. Ja, maar die tweeling zien we niet, want die zit achter de schermen. Cameraman van Kim Koyama. Oké. Okay. We werken samen al een tijdje. Oké. We zijn bezig met documentaire ook. Oké. Okay. Oh, dus zijn optreden komt ook in de documentaire? Ja, klopt. Oh, dat wilde je vertellen. Nee, we kunnen niet veel kwijt over de documentaire. Oké, maar dan waar ben je komen zitten? Ja, dat was een klein stukje. Oh, dat was gewoon een klein stukje. Ja. Oh, oké. Okay. Dus het wordt een documentaire. Zegt u? Het wordt dus een documentaire over hem. Mm. Waarom hebben jullie voor hem gekozen? We werken samen, we werken ook aan die clips van hem, de nieuwe clips. Maar waarom was hij interessant om ook een documentaire over te maken? Nee, hij is een topartiest van Suriname. Paramaribo-baas, dus de jeugd tegenwoordig moet hem ook kennen. Oké, maar wat heeft jullie getriggerd om te zeggen we willen een documentaire over jou maken? Dat komt in de documentaire, ga je zien. Nee, meer maar kan we willen zeggen. Toch weten waarom we ernaar moeten uitkijken? Nee, maar wat was het? Is het zijn jullie... Zijn levensverhaal, zijn verhaal. Oké, dat wil ik horen. Oké, dat vinden jullie interessant. Mm. En dat hebben jullie, zijn jullie aan het vastleggen? Want jullie zijn er niet klaar, jullie zijn er nog mee, bezig. Ja. En gaan jullie dan overal met hem naartoe? Overal. Overal? Overal. Jezus, wat vermoeiend. Nee, nee hoor, het is je werk, dus je vindt het ook heel leuk. Wisten jullie wat de omvang van zijn populariteit was hier in Suriname? Jawel. Of is? Ja. Eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dus het verrast jullie helemaal niet meer. Oké, en dat concert of dat optreden van 27? 27. Dat gaan jullie ook vastleggen? Ja, we gaan alles vastleggen. Dat komt ook in de documentaire? Ja. Oké, wat is iets wat je hebt gefilmd of tijdens het filmen wat je is opgevallen dat je dacht van, hé, dit wist ik eigenlijk niet of dit vind ik opmerkelijk? Dat moet nog komen dan. Dat moet nog, oh, je is nog niks waarvan je denkt van? Nee, nog niet. Nee, nog niet? Oké, dus ik hoop dat het nog komt, want dan is het interessant voor de documentaire. Als het niet meer komt... De documentaire gaat sowieso wel echt een leuke, spannende documentaire worden. Dat geloof ik meteen. Wanneer moet het uitkomen? Ja, wanneer het tijd is, dan... Nee, maar ik neem aan, is dat over 10 jaar, is het over 5 jaar, is het morgen, is het volgend jaar, wanneer? Volgend jaar komt het sowieso uit. Oké, maar jullie weten nog niet begin, midden of eind? Nee. Oké, en wat willen jullie uiteindelijk bereiken met die documentaire? Nee, ik heb het al verteld net, voor de jeugd van tegenwoordig ook, die komt... Maar die kennen hem? De meeste mensen kennen het. Dus dat is dan gewoon je antwoord. Je wil meer de persoon die je hebt laten zien. Die eigenlijk niet Koyama heeft. De meeste mensen kennen hem op het podium. Ja, denk het wel. De meeste mensen als artiest. De meeste mensen als artiest. Maar er zijn uiteindelijk zoveel andere dingen meer. En dat willen jullie laten zien. Oké, goed zo. Hoe laat gaat je feest beginnen? Of gaat jullie feest beginnen? Oh, de inloop is vanaf 6 uur. Oké. Okay. Inloop, dus show start 7 uur. Mm-hmm. En dan beginnen we direct. Strak. We beginnen gelijk strak, want niemand die daar is, is klein, dus... Nee, beginnen... niemand is een vol programma van iemand? Nee, het is gewoon bombel gelijk. Oké, en ik neem aan dat het niet gratis is? Nou, het is gratis, je koopt gewoon een bier. Makkelijker kan het niet, je koopt een biertje bij de poort en je loopt naar binnen. In deze precaire tijd? Je koopt gewoon een biertje bij de poort en je loopt naar binnen. En je loopt naar binnen, dat is het? Dat is je entree. En als je gewoon nog meer biertjes wil, dan kan je dat gewoon daar binnen. Krijgen. Dat krijg en wat dat de barbecue? Aanwezig? Je is 100% aanwezig. Okay. Alles zo geregeld, alles is er, alles is al geregeld daar. Okay. Het is gewoon wachten. Eigenlijk zijn wij voor. Oké, okay, maar let wel, de entree is gratis, consumptie verplicht. Ja. Maar de barbecue en al het andere is dus niet gratis. Nee, sowieso. Niet dat jullie komen zeggen, ja, maar hij had gezegd dat was gratis. Nee, er moeten ook centjes verdiend worden. Entree, dus sowieso. Dat sowieso wel. Ja. Koyama, hoe lang ga je blijven? Ik ben gekomen voor een week. Het is niet zo lang. Ga je nog optreden ergens anders ook?
Zo, nee, nee. Oh, dit is het gewoon. Dit was het. Dit was het gewoon. Ja. En dan ga je straks helemaal energized weer terug. Ja. En dan kijken we uit naar de documentaire die uit gaat komen. Ja. Ik wens jullie heel veel plezier toe. Maar dat zal denk ik wel lukken. Sowieso. Want daarom met je Biggie Bassie. Ja. En ik wens jullie een heel goed en succesvol 2020 toe. Dank je ook. Heel graag gedaan. Dank je wel. Nog een vrolijk kerst. Oh, ook, en dat nog inderdaad. En ook nog een vrolijk kerst. Ja. Ik ga er nu uit. En als ik terug ben, ga ik het weer hebben over mode. Voordat we het weer over muziek gaan hebben. Tot zo. Yo, ik krijg elke keer geen seintje wanneer we weer terug zijn. Vandaag, zie je? Oh man, ik snap het al. Mensen, ja, gaat Bollo nu knippen met zijn vingers. Ik was er al, zie je? Dat is wat je krijgt als mensen moeten werken. Tweede kerstdag, ze denken alleen maar nu aan het eten wat misschien nog wel klaar staat. Nog snel een hapje tussendoor nemen. Maar voor de mensen die net zijn ingeschakeld, ja, vandaag is donderdag. En doen we ook natuurlijk gewoon switch. Je hebt het gehoord, morgen staat de Paramaribo baas op het podium tijdens het Biggie Bassie evenement in Ad Life Center, voorheen natuurlijk Flamboyant Park. Gratis toegang, consumptie verplicht. En morgen alles wat eigenlijk groot is, wat muziek maakt, staat morgen op het podium tijdens dit evenement. Goed, we zijn begonnen met mode. We hebben het toen over muziek gehad en we gaan nu weer terug naar het onderwerp mode. Want er wordt, je zou bijna denken dat er niks anders georganiseerd kan worden tijdens de feestdagen. Maar dat kan wel. Namelijk een modeshow. Ook om een beetje bij te komen van al het andere natuurlijk. Toch, Audrey? Ja, Audrey van ISU Fashion is hier. Audrey, je bent met? Cherise gekomen. Ja, vertel, een modeshow. We hebben zondag 29 aanstaande hebben we een modeshow. Uh-huh. Het gaat voornamelijk om swimwear. Ja, maar dat is een beetje jouw specialiteit, ja, hè? Klopt. Swimwear, maar je doet ook sportkleding. Sportkleding. Dus alles wat met dameskleding te maken heeft, weet ik ook niet. Het gaat om heren. Nee. Audrey houdt helemaal niet van herenkleding, maar wel van dameskleding. En dat doe je heel goed. Je maakt hele mooie dingen. En Cherise, wat doe jij? Ik help haar dit organiseren, want ik ben een grote fan van haar. Jij bent fan van Audi? Ja. Ik heb een van de eerste zwempakken zelf. Echt? Ja, ik was een van de eerste zwempakklanten. En ik was altijd heel enthousiast, zeg maar. En toen contacten ze me van, hey, ik ga een show doen, kom me helpen. Oh. En hier ben ik dus. Ja, hier ben jij. Audi, hoe lang ben je al, doe je dit al? Zit je al in het vak? Ik ben eigenlijk ermee opgegroeid, vanaf ik like 7 jaar of zo ben. Ja. En ja, ongeveer 4 tot 5 jaar terug dacht ik van, hé, ik moet wat ermee gaan doen. Ja, ben ik ermee begonnen, serieus ermee begonnen. En het gaat ook serieus heel goed. Ja, want ik zie steeds meer en meer mensen dingen posten van een echte ISU fashion item. Klopt. Ja toch, daar zijn we alleen maar heel blij mee. Ja toch, wat zie je voor jezelf graag nog in de toekomst? In de toekomst een internationale show wil ik graag doen. Oké. Okay. Ja. En wat onderscheidt jou van andere ontwerpers hier in Suriname? Onderscheid dat ik het... ik vind zwemkleding uniek en dat heb ik niet echt gezien hier in Suriname. En ik vind dat mij toch wel onderscheidt van de rest. De rest, ja. Precies. Die over het algemeen toch wel jurken en precies, dat soort dingen. Precies, het gala dingetjes, et cetera. Maar zwemkleding, dat is mijn... Main ding. Ja. Waar wordt Cherise deze modeshow gehouden? Hotel Babylon aan de Lalaroekweg. Mm-hmm. Op het pooldek. Okay. Ze gaan dus amazing cocktails hebben ook voor de gasten die komen. Ja. En het wordt zeg maar een soort pool party, mixed fashion show. Dus om het zwembad heen. Okay. Iedereen gaat dus lekker minkelen en de modellen gaan lopen. Dus het wordt echt gezellig. Okay. Alleen jouw items worden geshowd? Klopt. Okay, het is namelijk een pop-up. Dus okay. Het is niet een groot ding, maar... Nee. We zijn 2 uurtjes bezig. Oké, hartstikke mooi. En we kunnen kopen ook. Natuurlijk. Je mag ter plekke. Ter plekke. Jawel. Het wordt natuurlijk wel eerst even meegenomen, want je maat moet ook worden genomen. Maar je kan wel gewoon zeggen, dit is wat ik precies wil. Ja, of je kan ook zeggen, dit is wat ik wil, maar ik wil dat bandje net even iets anders hebben dan het origineel. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Hoe laat begint het? Het is van 7 uur 's middags s'avonds, zeg maar, tot 9 uur 's avonds. Oh, dus even 2 uurtjes. Ja, wel even lekker.
na al die muziektoestanden, dat we even iets anders kunnen doen. En daarna kan je ook nog gaan stappen. Begrijp je? Ja, begrijp je. Niet in je badpak, maar wel gewoon in iets anders. Misschien ook wel van ISU Fashion. Wat gaat er 2020 nog, staat er nog in de planning voor 2020? Een iets grotere show. Okay. Dit is een pop-up, maar dan willen we dan iets uitgebreider doen. Wellicht ook met andere designers erbij? Ja, sowieso. Okay, dit is eigenlijk heel snel bedacht, toch een pop-up. Maar we waren van plan een iets grotere show te doen, maar het is kort dag. Ja. Dus, maar 2020 willen we dat wel doen. Ook met andere designers erbij. Zeker hartelijk welkom. Hartstikke goed. Als jij wil weten wat Audrey allemaal kan maken, dan kan je naar haar Facebookpagina gaan. Ja toch? Instagram? Ja. Instagram ook. En iSU is het, dus wat is dat? Kan je even inzoomen, wat is wat op je... Nee, ik bedoel, dat is wat op je shirtje staat, dat wil ik zien. Ja, iSU. Fashion, daar ga je naartoe. En als je natuurlijk iets moois wil laten maken, dan kan je altijd contact met Audrey opnemen. Yes. Ja, toch? Ik wens jullie heel veel plezier aankomende zondag. En ook voor 2020 natuurlijk nog veel meer moois en nog veel meer succes. Dankjewel. Ik ga er nu uit en als ik terugkom, dan ben ik terug met mijn allerlaatste gasten. La 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 la. Tot zo. Terug weer hier in de studio. Je hebt het gehoord, zondag aanstaande, de 29e, een pop-up show van ISU Fashion in Hotel Babylon. Vanaf 7 uur 's avonds ben je daar van harte welkom. Alle items die geshowd zullen worden, alle badkleding, kan je die avond ook natuurlijk aanschaffen. En als je meer informatie wil hebben, dan ga je gewoon even naar de Facebookpagina of naar de Instagrampagina van ISU Fashion. Nou, ik ga nu wel afsluiten weer met muziek. En we hebben weer buitenlandse gasten, ik heb weer buitenlandse gasten hier op de bank zitten. Ja, en een niet-buitenlandse gast. Toch, Oela? Helemaal. Leuk dat je er bent, leuk dat jullie er zijn. En ik denk als mensen nu zo naar jullie kijken, denken ze, oké, wie zijn ze? Zijn het rappers? Zijn het dansers? Wat zijn het? Maar jullie zijn 1, 2, 3 delen van La Rouge. Klopt. Ja, toch? Klopt, ja. En jullie gaan hier optreden. Daarom zijn jullie natuurlijk ook gewoon hier. Ja. We moeten eventjes weer terug. Was het vorig jaar dat jullie hier ook waren? Voor een show? Was het twee jaar geleden? Is dat weer 2 jaar geleden? Ja, gaat echt snel. Oké, en wat hebben jullie in de tussentijd gedaan? In de tussentijd zijn we heel actief in Nederland. Ja, heel actief. Ja, heel actief. En jullie worden nog steeds heel erg goed ontvangen. Zeker. Ja, ja toch? Want zeker, zeker. Zeker. Heel erg blij. En hoe lang bestaat de band al? Ja, 27 jaar, hè? 27 jaar. En hoe lang zitten jullie bij de band? Geen 27 jaar. Jij zit 27. Dus je was bijna bij de oprichting. Ja, ik was bij de oprichting. Je was bij de oprichting. Niet bijna, je was erbij. En jullie? Ja. Ik zit er 9 jaar in nu. Is ook al lang? Ja, is ook wel een tijdje. Is ook al bijna mensenleven. En jij? Ik 14 jaar al. Is ook al heel erg lang. Wat is, denken jullie, de chemistry van La Rouge, dat jongens zo lang in de band willen blijven? Het is een familie. Ja? Dat is gewoon familiair, gewoon. Het is een familiegevoel. Je ziet ook de boys ook, zie ik meer dan mijn eigen familie. Ja. Dus er groeit ook weer wel iets, weet je, dus vandaar. Het is meer dan muziek. Meer dan muziek? Ja. Oké, en wat maakt het, denken jullie, dat La Rouge nog steeds zo heel erg populair is? Sowieso gewoon down to earth blijven, dat is één van die dingen. Verjongen. Verjongen ook. Blijven vernieuwen, zeg maar. Waarmee vernieuwen? Met leden of met de muziek? Nee, beide eigenlijk, muziek, alles, allebei. Met allebei, oké. Toevallig gebeurt het allebei. Want hoeveel generaties zijn er nu in de band geweest? De jongste die is toevallig gisteren 20 geworden. Oh, dat is echt nog een fippie. Ja, daarom. Die zit er ook al een paar jaar in, dus dan kan je nagaan. Ja. Iets ouder. Ik kijk niet naar heel oud. Nee. Ja. Ja, iets ouder. Maar wat is het nog steeds, ja, behalve voor jong en voor nu, maar wat is het toch nog steeds dat La Rouge nog steeds een band is waar mensen nog steeds naar uitkijken? Want jaren terug, toen ik nog in Nederland was, hoorde je wel over La Rouge. En toen kwam ik hier, toen hoorde ik er bijna niks over. En toen ineens was er weer alles La Rouge wat de klok sloeg.
Is het het soort muziek wat jullie misschien maken? Ik denk dat het is, maar ook, ik denk deels dat het is, maar ook gewoon dat we spelen, als wij moeten optreden, zeg maar, we kunnen spelen op een verjaardag waar 30 mensen zijn of zo. Yeah. En dan spelen we weer op een feest waar zoveel mensen zijn en men hoort er weer van. Er zijn altijd weer nieuwe mensen die je komen zien. En die gaan jou weer boeken, zeg maar. En op een gegeven moment, je moet blijven bestaan. Je krijgt zoveel aandacht erdoor. Weet je, op een gegeven moment, ja. Hoe lang is het nu? 27 jaar? Ja, yeah. Nou, it's an ongoing thing. Het stopt niet. Denken jullie er ooit wel eens aan om te zeggen, maar nou, ben het genoeg geweest? Nou, niet genoeg Did geweest. Did it ever cross your mind? Ja. Tuurlijk. Want je gaat, weet je, het is een soort levensstijl dat je leidt. Maar op een gegeven moment... Denk je van, nou, even zegt, wat anders. Weet je, maar net wat hij zegt, het is een familie. Als je er eenmaal in zit, kom je er ook niet uit. We zijn een merk, zeg maar. Ja. Het is niet meer zozeer LaRouche. LaRouche is een begrip, zo wat, zeg maar. Dus het ligt niet meer aan ons. Het is de naam wat het doet. Nou, maar het ligt wel aan jullie, want dankzij jullie zijn, is LaRouche er ook nog steeds. Ja, natuurlijk, weet je. Maar het is... Jullie zijn een begrip. Dat is het. Zo zie ik het, denk ik. Ja, ik denk dat het een beetje is. Oké, nou, als jij denkt dat het zo is, dan denk ik ook dat het zo is. Ik vind het ook helemaal goed. Al moet ik wel zeggen, niet dat het er heel erg toe doet, maar toch wil ik het even kwijt, dat ik jullie zelfs leuker live vind dan op een cd. Oh, en dat vind je niet vaak bij muziek. Ik weet niet of jij het met me eens daar bent. Je hoeft het ook niet eens te zijn, want we zijn het nooit eens met elkaar. Maar weet je, jullie klinken live, vind ik, leuker zelfs dan op een cd. Op een cd is wel makkelijker meezingen. Is het het jij hebt een microfoon, dus jij hebt het niet nodig. Okay. Het. Is het het? Het klinken of de performance? Ja, ik weet eigenlijk niet wat het is. De performance vind ik niet eens zo spannend van jullie. Helemaal niet. Nee, dat vind ik niet zo spannend. Super spannend. Maar ik vind jullie live gewoon. Jullie zijn wel echt heel erg ruimtevullend. Je merkt wel van, god, er komt een feestje aan. Ja. De energie die we overbrengen. Dat is de energie. Ja. Maar dan ben je al 27 jaar in de band. Ja, precies, om een zin daarvoor af te maken. Helemaal goed. Luister, vanavond gaan jullie optreden. Ja. Toch? In KKF. Erkohal. Ja, belangrijk, Erko. Ja, belangrijk. Ook voor jullie. Heel belangrijk. Maar dit is echt jullie eigen show, hè? Ja. Ja, toch? Ja, het is een show. Oké, en hoe lang gaan jullie dan optreden? We gaan sowieso, als ik het goed heb... We gaan twee setjes doen. Twee setjes. En een set bestaat uit? 3 kwartier, als het goed is. Oké. 50 minuten. En de rest van de avond wordt ingevuld of moet dat aan hem vragen? Organize. Hoe zit dat? Ja, de rest van de avond is sowieso ingevuld met enkele Surinaamse artiesten. Als we praten over Even Anders, Damaru, je hebt Abdijt. Dan, het zijn ook wel de groepen die niet weg te denken zijn. Juist. En kijk, je kan LaRouche niet van 8 tot 3 uur constant laten spelen. Ik denk dat de fans dat niet erg vinden. Sowieso niet, maar we houden ook rekening. Ja, ze hebben nog veel meer te doen in Suriname. Ja. En we hebben ook een line-up van DJ's. Dus ieder moet een beetje aan zijn trekken komen. Maar jullie hebben meer optredens die jullie gaan doen. Maar is dat vanavond dat het een beetje de kick-off is van alle andere optredens die jullie nog gaan doen? Vanavond is de kick-off. Ja, van de officiële grotere optredens. Juist. En er zijn meer ook feestjes en dergelijke. Ja. Dus als je echt commercieel wil meemaken, moet je vandaag daar zijn. Hoeveel kost mijn kaart? Tot het moment dat we hier kwamen, waren er nog enkele kaartjes van 100 SRD. Mm-hmm. Voor de rest heb je... de frontdesk, daar kunnen de mensen dus voor 350 SRD. De frontdesk of de VIP bedoel je? De front VIP, sorry. Oh, want okay. Ik zie die mensen elke dag aan die desk van rest. Ja, ik ga maar naar hotel zoeken nu, ja. Dus vanaf 7 uur hebben we dan de kaarten bij KKF. Mm-hmm. Als er nog over zijn, want net wat ik zei, op weg naar hier met Red Spot waren er nog enkele kaarten. En Red Spot sluit om 6:45. Oké, die zit hier aan de... Van het Gigastraat. Ja. En ze verplaatsen zich dan richting KKF. Oké, nou dat is dus nu kan je kaarten nog krijgen. Ja, alleen bij KKF? Alleen bij KKF. Oké, en hoe laat begint het? Het is belangrijk om dit te zeggen. We beginnen precies om 9 uur en eindigen precies om 3 uur. Ja. Okay, nou dus het is niet echt een evenement waar je zegt van ik ga pas 11 uur uit huis of 12 uur Nee, maar het zou ook heel dom zijn, want dan mis je eigenlijk, je mist dan gewoon een deel van het optreden. Ja. En dan ga je daarna klagen op Facebook,
Ja, maar ik heb ze maar 11 uur gezien. Ja, dat komt omdat je dan te laat was. Ja, toch? Nou, heer, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen vanavond. En nog al het goeds en al het moois voor 2020. En ik denk ook bijna dat we jullie 2020 ook weer gaan zien hier. Ja, toch? Ja, dat zou mooi zijn. Ja, dat zou mooi zijn. Even, je moest een bepaalde kleur aantrekken vanavond. Klopt dat? Inderdaad, het is een rood of wit. Het is een red of white wit edition. Ja, het is natuurlijk nog kerst. Dus ik weet zeker dat iemand nog iets rood of iets wist in de kast. Het is een classic event, dus hou rekening. Kom niet met geen de korte billen eruit broek, en de boel. Nee. Gewoon classic. Netjes. Yes. Gewoon netjes. Yes. Precies, netjes. Formeel. Zoals Chantal altijd, weet je. Netjes. Goed, dankjewel Ola. Ik ga er nu ook uit. Wat zeg ik? Ik moet er nu ook uit. Dus ik zeg sowieso dankjewel allemaal weer voor het kijken. Vond je ons waanzinnig leuk en wil je nog veel meer van ons zien? Dan ga je natuurlijk naar YouTube. Als je nog vragen, opmerkingen of suggesties hebt, dan ga je gewoon naar onze Facebookpagina. Daar stuur je ook je antwoord natuurlijk naartoe voor de TBL-prijsvraag. Ik wens jullie allemaal nog een hele gezellige tweede kerstdagavond toe. En vanaf deze plek wens ik jullie ook allemaal namens mijn team hier een heel goed, gezond, gezegend, maar bovenal ook veilig 2020 toe. Zaterdag ben ik er weer, maar dan is het de herhaling. Volgende week donderdag weet ik nog niet zeker of ik erbij ben. Dat hangt er vanaf hoe hard ik heb gefeest natuurlijk de afgelopen dagen. En anders is het vast wel weer die week daarop. Vanaf deze plek zeg ik dankjewel aan Mel Angie's Herbar, Mel Angie, Delmira's Nails en natuurlijk ook Ragna Pina's voor de visagie. Het hele jaar door zorgen zij ervoor dat ik hier ook elke week tenminste een beetje fatsoenlijk eruit zie en een programma voor jullie mag verzorgen. Het is ook elke week weer een eer om voor jullie hier te mogen zitten in de studio en ik hoop dat ook zeker in 2020 te mogen doen. Volgende week dus misschien ook weer same time, same place. Denk eraan wat je vanavond ook gaat doen en aankomende dagen. Als je een glaasje op hebt, dan laat je je altijd rijden. Alvast een happy new year en tot volgend jaar. Thank you.